Misha Mengelberg die heeft toch uiteindelijk de plek gevonden voor het eerste Bimhuis. En die kwam dus aan mompelen binnen, je moeten ze vanuit daar ook de schans gaan om even kijken wat er daar was. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik ben er gaan kijken. Want kijken was een puinhoop. Alles was weggehaald, dus het was allemaal beton. Weet je. Echt heel lelijk beton. En de smaak was toen een soberheid troef. En armoedigheid troef. Was het allemaal. Maar ja, het was wel een zaal. En we wilden het heel goed maken voor alle muzikanten. We wilden een goede geluidsinstallatie hebben. Dus totaal anders als het allemaal was. In de Paradiso natuurlijk allemaal alles makkelijk, weet je wel. En we betalen ook geen belasting en dat soort dingen. Ik werd ook achterna gezeten door de Belastingdienst. Er ligt er nog beslag op mijn huis, wil ik nog. Dat hadden we er allemaal voor over. Eigenlijk toch wat meer solidariteit ook, was het gewoon. Maar ik denk ook dat een heleboel mensen bezoekers, ik heb wel eens gedacht als ik hier kom, dan denk ik, zal ik als aan die mensen een soort onderzoekje vragen of ze weten wat het nou BIM betekent. Ik denk dat de meesten het helemaal niet weten. Je had net zo goed BAMhuis kunnen heten, of weet ik wat. De wet van Huib Schreurs, dat was toenmalige directeur van Paradiso. Een concert is pas geslaagd als een mooie vrouw is.